Geachte ridders van de Orde van het Wiel, vandaag zult ge mij zien oefenen, want oefenen is de max. Het is een ontdekkingstocht op 8 wielen. Het doel is niet de perfectie bereiken, maar stapje voor stapje een betere skater worden. Elke kleine progressie die ge maakt is een mini-overwinning. Iedere vaardigheid die ge uzelf eigen maakt, maakt het skaten in een stedelijke omgeving veiliger. Je moet dus oefenen, maar ik ben gewoon al blij als ik mag oefenen. Mijn favoriete oefenterrein bevindt zich niet in mijn geliefde Gent, maar in Kortrijk, de campus van Hogeschool Vives. Die ligt op een heuvel en het voordeel daarvan is dat er allerlei niveauverschillen ontstaan. Dat betekent, er zijn hier heel veel ellingen en trappen om van te rollen. En dan ook nog eens in allerlei verschillende materialen, wat altijd interessant is. Ook mijn kinderen kunnen zich hier volop uitleven. Zo is een bezoek aan de hogeschool bijna een gezinsuitstap. En papa amuseert zich nog het meest van al. Glad beton naar redelijk ruw asfalt. En vervolgens komt er een strookje klinkers. We gaan een helling omhoog. Ik laveer een weinig tussen bloemcirkels en zitbanken. Laat mij de rode loper wel gevallen. En dan rol ik rustig van een set comfortabele arduinen trappen. Was dat arduin? Ik ben geen geoloog, schiet mij alstublieft niet dood. Dat waren gewoon vrij geestige, goed rolbare trappen. Ik ben een beetje verslaafd aan trappen. Ik weet niet hoe dat komt, maar het voelt verfrissend om van iets oekigs te rollen en proper te landen. Wat ik nog niet zo lang kan, rollen op twee wielen. Je ziet aan mijn achterste voet dat ik de perfectie nog lang niet heb bereikt. Maar deze oefening is op zichzelf al erg plezant, zeker als je je zo van een helling kunt laten rollen.
redelijk onnozele ellinkje werkte ik op iets wat toen nog heel raar voelde. Achteruit rollen. En omdraaien van achteruit naar vooruit en eventueel terug. De positie van mijn benen was belang nog niet goed. Ik moest mijn leidende been nog veel verder naar achter duwen. Maar ik deed die oefening vooral om te wennen aan achteruit van een helling rollen. Want de eerste keer dat je dat doet, schreef je brein: stop daar nu onmiddellijk mee. Je moet dus een beetje je hersenen overroelen. Ook aan mijn voorwaartse sprongen heb ik nog werk, kijk maar, dikke veel. Ik denk dat ik meer vanuit mijn tenen moet leren springen. En vooral meer door mijn knie moet gaan. Chance dat ik mijn skates toen niet kapot heb gesprongen. Maar goed, tweede poging. Aanloopje nemen en hop, hop, hop. Het oogde niet elegant en het was zeer nipt, maar ik ben tenminste niet met mijn tanden tegen de klinkers gestuikt. Ik kon het niet laten om nog wat transitions te oefenen. Nu zie ik goed dat ik toen nog heel verkeerd deed. Ik landde met mijn benen veel te wijd na de overgang. Je voeten moeten achter elkaar staan, mooi in de lijn van de richting waarin gerold. Nu kan ik dat al veel beter. Doch, ridders van de orde van het wiel, onthoud, niets in inline skaten gaat vanzelf. Je moet de neuronen in je kop helemaal erbedraden zodat ze om kunnen met al dat gerol in allerlei richtingen. Pas wanneer je beide hersenhelften zeggen oké, dat marcheert, dan pas kunt je werken op de kleinere details. En geef toe, het zou ook saai zijn als alles van de eerste keer lukt. Dan wordt u het plezier ontzegd van gestaag vooruitgang boeken. En check nu hoe zot de stabilisatie van mijn Insta361 camera is. Beide beelden zijn gemaakt op basis van dezelfde 360 graden opname. Bij de voorwaartse beelden gelooft je bijna niet dat ik van een trap rol. En zeggen dat ik die trappen in mijn eerste maanden als inlineskater vermeed omdat ik ervan overtuigd was dat ik alle botten in mijn benen zou breken. Oké, met mijn vaardigheden van toen had ik ook elk botje in mijn benen en armen gebroken. Nu zijn die trappen geen uitdaging meer, maar puur fun. Elke trap is een attractie waar je opnieuw en opnieuw op wilt kruipen en van wilt rollen. Stop begint ook al erg goed te werken, wat een ongelooflijk comfort is als je op straat skatet. Wat aan mij op deze beelden enorm opvalt, is dat ik links nog veel te veel op mijn inner edge steun. Dat mijn linkervoet dus te veel naar binnen leunt, terwijl mijn wielen loodrecht op de grond zouden moeten staan. Dat kan te maken hebben met de positie van het frame van mijn MF500 skate, dat te veel naar buiten stond. Ofwel lag het aan de houding van mijn been en zit er maar één ding op. Oefenen, oefenen, oefenen. Jee. Alweer bedankt voor het kijken. Als je wilt, druk dan op like en abonneer u. Tot de volgende keer. Yo! Oh, en hier is er nog een bonusfilmpje.